heel vaak aan de vraag of ik wel medicatie, ik heb medicatie geweten en ik heb een beperking en mij vraagt de vraag in de comments, mag een biertje? Ik ben Sjandor en welkom bij de hele video. About me, from time to time, before you do anything stupid, stupid, think before you speak your mind. Ik wil graag vertellen over een beetje wat mijn handicap, mijn beperking. Zou ik het erg leuk vinden en ik waardeer als je het volgt. Hier op mijn Instagram, Instagram en Dorf. Linkjes zie je in de beschrijving. En ja, dat wil ik erg waarderen en dat wil ik erg leuk vinden. We gaan op weg naar de 200 volgers. Zit hier op de 3, 4. 197 volgers en ik ga op weg naar de 50. Wil je me helpen, zou het leuk zijn. Ik wil een beetje volgen om jullie te kennen. Zou ik echt vinden. Maar goed, ik ga het hier hebben over mijn beperking en over appel. En er is een vraag onder de comments van een post of een beetje neem. Als ik een post maak om in te kijken op de fiets, dan zie ik vaak staan naar wie er slecht. Ja, ik weet niet wie slecht is voor mijn volgens. Maar één keer per week neem ik ook een biertje. Dat is wel gezond. Dat is best wel goed voor de mens. Dus ja, af en toe alcohol, oké. Af en toe alcohol is wel goed, maar ook wel lekker. Maar te veel ook niet, maar ik heb ook net niet te veel. En dan één keer in de week of twee keer in de week een biertje. Dat is meer dan voldoende voor mij. En ja, ik vind het gewoon lekker af te doen met dit vrouw natuurlijk maar weer. Als je iets hoort is het de ventilator. Het is op dit moment best wel warm buiten. En ik heb een biertje gepakt. En ja, een biertje zou het wel lekker eigenlijk. Ik weet alleen Heineken. Dat is ook een moment dat we met vrienden en ik ook over hebben. Maar één grote kop die ik kan drinken is Heineken. En daar had ik hier ook gewoon dus van, en die had ik er niet. Daar had ik ook niet dus van, en ja. Dus daarna heb ik altijd Heineken, en zo lekker vind ik. Dus, ik vind, ik dacht gewoon, ik ga er een filmpje over maken, over mensen met een beperking en alcohol. Ik ga gewoon makkelijk samen. Zelfs met alle andere mensen niet te veel voor te nemen. Want dan word je dronken. Ik word ik denk dat je twee biertjes op een dag op. Voel ik het ook in mijn benen eigenlijk wel een beetje. Maar met één biertje niet. Met één biertje voel ik wel dikke niks. Alleen lekker een beetje wel lekker chill verder. En niet zo veel bijzonders eigenlijk. Dus ik heb niet van ja, waarom laat ik geen video van een keertje? Of waarom ik dan ook nog een biertje neem. Dat je een beperking hebt, ja, gewoon lekker relaxjes en niet afhankelijk van. En laatste medicatie die ik inneem, mag je gerust een biertje op zijn tijd nemen. Ik neem dat zo, ik neem niet te veel, ik ben een sociale drinker. Dus ik neem het maar af en toe als het gezellig is, of als ik weg ben, als ik ook niet ga rijden. Als ik in de taxi ga, neem ik ook geen biertje, totaal niet. Dan moet je in de taxi rijden en dan moet je ook weer uitrijden. Dan denk ik, als ik geen biertje rijd, dan denk ik wel een biertje op tijd ben. Of ik rijd een droog, omdat die dichtbij is. Dan doe ik het niet. En dan heb ik geen biertje. Dus, zodoende. Maar ik dit eventjes duidelijkheid zijn over mij. Mensen met een beperking en alcohol kan gerust samen. Gooi je het linkje van Isaac, ik weet niet meer eens. Mag zeker. Laat zeker onder de comments weten als je niet mee eens bent en ook als je jou mee eens bent. En laat het dan een weetje onder. Vond je video leuk? Zeker dat ik met de duim omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Dan zeker een belletje aan te drukken en voor nog meer notificaties op mijn kanaal. Zit je elke dag om 6:30 een nieuwe vlog of 8:00 een nieuwe daily video. Dus ik zeg tegen de mensen, tot de volgende.